Het kan interessant zijn om verschillende meubelafwerkingen of zelfs verschillende modellen te combineren in je project. Dit kan je op ieder moment realiseren door terug te keren naar de generieke afwerkingen. Kies voor Project en ga naar Algemene afwerkingen. Er is ook een sneltoets aanwezig in de werkbalk. Wanneer je alle elementen in een project een nieuwe afwerking wilt geven, kun je hier direct alles wijzigen. Het systeem past al het meubilair aan aan jouw keuzes. Wil je liever een aantal of misschien zelfs maar één meubelstuk wijzigen? Dan klik je bij de generieke afwerkingen op nieuw. Je kunt de afwerkingen een naam geven of kiezen voor de standaard voorgestelde naam, die vaak overeenkomt met het gekozen model. In ons voorbeeld willen we alleen de afwerkingen aanpassen, niet het model. Laten we hier onze afwerkingen hout noemen, om ze te onderscheiden van hetzelfde model dat al in het project is geplaatst. We gaan nu de verschillende afwerkingen aanpassen. Sluit vervolgens af door op OK te drukken. Nu kiezen we welk meubilair we willen aanpassen. Met een rechter muisklik kunnen we naar Afwerkingen. We gaan naar de afwerking die we zojuist hebben opgeslagen. Kies deze onderaan dit venster in Scene Credits. Voordat we de keuze valideren, mogen we niet vergeten om de afwerking bij onze selectie te houden. Klik nu op OK. Voor een snelle controle gaan we terug naar de 3D-weergave. Het is belangrijk om, wanneer je verschillende modellen of verschillende afwerkingen in hetzelfde project wil plaatsen, dit op deze manier te doen. Natuurlijk kun je de afwerking van meubels direct wijzigen door met de rechtermuisknop naar afwerking te gaan, maar in commerciële documenten zal het resultaat minder leesbaar zijn en dit wordt sneller gezien als fout. Hier is een bewerking met twee verschillende afwerkingen. We gebruikten de methode die we eerder hebben laten zien. Je kunt zien dat er twee verschillende afwerkingen zijn. En ook deze bewerkte schatting heeft twee verschillende afwerkingen. We kozen ervoor om de afwerkingen aan te passen zonder terug te gaan naar de generieke afwerkingen. Zoals je kan zien is er maar één meubelblok. Meubels met verschillende afwerkingen bevinden zich in hetzelfde gedeelte. Dan moet de klant extra goed lezen om door te hebben dat de afwerkingen niet hetzelfde zijn. Let dus goed op hoe je de afwerkingen van meubels aanpast.